Een hemelsgerecht. Hallo, Bert. Oh, dag Ernie. Wat eet jij nou, Bert? Het allerlekkerste van de hele wereld. Oeh. Havermout. Oeh. Hoe kan jij dat spul eten, Bert? Hoe bedoel je, Ernie? Havermout is heerlijk. Ik weet niet, Bert. Ik vind het er zo jakkie uitzien. Wat? Nou ja, zeg. Jakkie? Hm? Wat bedoel je eigenlijk met jakkie? Nou, het ziet er nogal grijs en jakkie uit en zo. Dus dit vind jij jakkie? Hm? Maar heb je ooit wel eens gehad? Heb je ooit wel eens havermout gegeten? Nou, nee, Bert. Oh, maar je kunt dus ook niet weten of het jakkie is of niet. Nou, dat weet je pas als je het proeft, als je het eet en als je het probeert. Is waar. Ja, ik eet altijd havermout, Ernie. En ik kan je zeggen, het is niet jakkie. Niet? Nee, nee. Het is heerlijk. Ja? Ja, ga je gang. Probeer maar. Probeer wat havermout. Neem mijn lepel. Oh, goed, Bert. Zal ik doen. Omdat ik het nog nooit geprobeerd heb, probeer ik een klein beetje. Ja, goed. Nou, ga je gang. Daar gaat hij. Oh, Ernie, dat is niet genoeg om te proeven. Nee, meer. Oh, goed, Bert. Ja, nou, wat vind je ervan? Een goede vraag, maar ik weet het toch niet, Bert. Moeilijk te zeggen. En? Ik weet het nog steeds niet, Bert. Ernie? Bert, je had gelijk. Havermout is heerlijk. Moet je ook eens proberen. Oh ja, hier is je lepel, Bert.